Goedemorgen. In Amsterdam zijn vanochtend twee schietpartijen geweest. Er zou sprake zijn van één persoon in kritieke toestand. Weet je daar wat van? Nou, het sterke gerucht doet hier de ronde dat dit om de cineast Theo van Gogh gaat. Ik heb alles precies zo doorgegeven. In onze lokale politie- en justitiegegevens was die met uitzondering van een betrekkelijk gering incident niet bekend. Er zijn heel veel wapens. Hoe staat het met die film over Fortuin waar hij mee bezig was? Kunnen we daar nou nog... We hebben het draaiboek. Het belang is altijd het belang van de staat. Waarom Van Gogh? The difference between one man down and 2977. You think I don't lose sleep over that? Die tolk had gecheckt moeten worden. Is gedaan, zei ze. Maar nu eerst Bouyeri en snel. Weten we zeker dat er op die taps van vorige week niets gezegd werd over gisteren? 28 oktober. Hoe vaak is Bouyeri onze dienst gepasseerd? Minstens 20 keer. Wat is het bewijs? Die taps. Hoe weet je dat? Waar zijn die taps? Zijn Remkes en Donner zo bang dat ze af moeten treden als dit uitkomt? De moraal wordt bepaald in de Tweede Kamer. Wij bieden oplossingen door andere problemen te creëren. Dan stinkt het hier naar een leugen. Ik ruik niks. Collateral damage. Ellen, het kon niet anders. Zullen we het toch op je? Characteristic of a fighter is a determination and a will to win. Snap je? Americo, je praat? Misschien vindt Sinterklaas het wel leuk als ik tegen hem kan praten. Nee.